Welkom op de Halloweenavond van Meer Moerdijk. Nu denk je misschien dat de naam Meer Moerdijk pas een jaar of twee bestaat, maar niets is minder waar. Luister maar. 200 jaar geleden lagen de dorpen die nu de gemeente Moerdijk vormen rustig in een landschap vol kreken, rivieren en polders. Overal waren er poelen en meertjes. En tussen Zevenbergen en Moerdijk, vlakbij de Rode Vaart, lag een groot meer. Het meer van Moerdijk. Dat meer is inmiddels verdwenen en ik zal je vertellen hoe dat komt. Bij het meer stond een herberg. Een herberg die door iedereen Meer Moerdijk werd genoemd. In die herberg woonde een herbergier. Zijn naam was Jannes. Jannes was een vreselijke gierigaard en oneerlijk bovendien. Als er gasten in de herberg kwamen, moesten ze veel betalen voor dun, waterig bier en het eten was vies. Bedorven vlees en oud brood waar de vrouw van Jannes de maden af moest vegen. Maar omdat het de enige herberg in de verre omtrek was, hadden de reizigers geen keus. En als ze niet genoeg geld hadden, stuurde Jannes de vermoeide reizigers weg. Weer of geen weer. Op een nacht besloot een jonge reiziger, weggestuurd door de herbergier, dan maar noodgedwongen de nacht door te brengen aan de oever van het meer. Het was winter en bitter koud. En de arme reiziger stierf van de kou. Toen hij na zijn reis niet thuis kwam bij zijn ouders en men hem ging zoeken, vonden ze zijn verstijfde lichaam aan de oever van het meer van Moerdijk. Al snel kwam zijn moeder erachter wie er schuldig was aan de dood van haar zoon. Jannes! Riep ze. Ziedend van woede vervloekte zij hem en zijn herberg. En op dat moment verhief het water van het meer zich, stortte zich op de herberg en sleurde het huis en de herbergier mee de diepte in. Toen er van de herberg en zijn herbergier niets meer te zien was dan alleen wat luchtbellen, kwamen de oevers van het meer in beweging en sloten zich over het wateroppervlak. Al snel was er niets meer van het meer te zien. Maar ieder jaar aan het begin van de winter, zo eind oktober, waart de geest van Jannes rond in het gebied waar ooit zijn herberg stond. Hij is verdoemd en zal nooit meer rusten. Dus pas op. Wie weet kom je hem tegen.